29 januari werd de snuffelmarkt in Koningshof gehouden. Dit evenement was toegankelijk voor iedereen. Bezoekers en standhouders uit de regio, maar ook buiten de regio, waren aanwezig. De standhouders verkochten voor een redelijke prijs hun tweedehands spullen. Ik ben Ines Stabel, ik kom uit Best en ik sta hier voor het goede doel Samenloop voor Hoop. In Nederland wordt die gedaan door heel het jaar door. En die staat dus voor de KWF om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor die vreselijke ziekte kanker. Het is wel heel fijn om te doen en wij zeggen er ook bij waar het voor is. En dan zijn de mensen eerder geneigd om toch een bijdrage te geven. We hebben een oproep gedaan op Facebook en er zijn zoveel reacties op gekomen. En dus in mijn garage was het een hele verzameling van spullen. Eén nadeel is, we hebben dus heel de dag in de kou gezeten omdat we bij de ingang en uitgang zitten. Dat was een minpunt, maar voor de verdere rest ben ik tevreden. Ja, maar dit is zwaar. Mag het niet zwaar zijn? Ja, dat kan niet. Ja, maar die is gewoon mooi massief. Ja, dat is een appelketel. Hollands glorie. Ik hou van mooie dingen kopen. Dat is nou mijn verzameling. Van dingen mooi kopen en dan weer verkopen. Dit is een soort chanukia noemen ze dat. Dat is Hebreeuws. Dit. Dat is Judaica noemen ze dat. Dat is Joods. Ja. Zie je? Dat is heel leuk. Dat zie je ook niet zo vaak. Ik ben Nettie Savernijen uit Heesden. En ik heb een hele leuke hobby. En dat is poppenkleding maken en hoedjes en allemaal leuke dingen. Er komen bij mij verschillende leuke klanten, die zijn Japanners. En die Japanse mensen die zetten het op, die hebben een site, een eigen site. En die kopen dan hier de jurkjes en die gaan allemaal naar Japan, Hongkong, Amerika. En er zijn heel weinig mensen die dus deze hobby nog hebben. En vandaar dat ik succes heb, denk ik. Een verhouding valt daar best mee, maar het is natuurlijk wel heel leuk dat de mensen voor de kraam staan en zeggen van nou, mevrouw, hebben jullie een leuke kraam? Het is natuurlijk een aantrekkelijke kraam. Ja. En vooral voor meisjes. En omdat het allemaal een beetje romantisch is. En dat is natuurlijk leuk. De mevrouw die stond hier voor de kraam en die zei van nou, als ik hier sta dan word ik blij. Heel blij. En dat heb ik niet bij een andere kraam, want het is niks als potjes en pannetjes en kop en schotels en huishoudelijke dingen. Dus de mensen die worden overvoerd door die dingen en vandaar dat dit weer eens iets anders is, hè?